Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt tot en met morgen 22 juli. Tijdens de avond en nacht kunnen nog enkele buien overwegend in het binnenland en mogelijk nog een onweersbui aan het begin van de avond plaatsvinden. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen ontstaan er gedurende de middag lokaal enkele lichte, soms matige buien en een enkele onweersbui. In de avond en nacht kan er in Paramaribo, Kommerwijnen en Marowijnen weinig bewolking verwacht worden, maar kan het soms ook een lange periode droog zijn. In Wanica, Saramaka, Koroni, Nikeri en Para kan er af en toe een lichte bui verwacht worden of het kan ook droog blijven. In Brokopondo wordt het tijdelijk bewolkt met buien. En in Sipaliwini kunnen er perioden met onweersbuien zijn die gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 22 juli in de middag er kleine kans is op geïsoleerde matige onweersbui, eventueel met windstoten.